We gewoon op de muur maken wat we doen zijn. Nee, prima. Nee, dat is niet een muur. Dan moet ik een beetje meer in mijn schouder van de muur zetten. Dus gaat dat... Dit is een mooie shirt. En even over de dierentuin. Ja, super leuk was het daar. Heel ruim opgezet. Heel ja, veel soorten dieren, laat ik het zo zeggen. Het enige nadeel vonden wij is dat sommige dieren nog in winterslaap zitten. Dus je kon niet alle dieren zien en de vogelgriep heerst. Dus we konden helaas niet nou ja, door zo'n kooi lopen waar allemaal verschillende vogels zitten die dan op je gaan zitten of voor je staan. Dus dat was op zich wel jammer. Dus je miste eigenlijk wel een groot gedeelte. Maar we hebben toch 2,5 à 3 uur rondgesjouwd. En verder, niet alle restaurantjes waren open. Volgens mij 3 van de 5. En verder was het gewoon heel rustig. We hadden trouwens kaartjes gekocht via de Jumbo. Via de punten. Die je kan inleveren, die je spaart. Dus we hadden ook nog iets van 50% korting. Wat natuurlijk ideaal is. Want ik vind dierentuinen anders best wel duur. Anders ben je zo €50 kwijt voor 2 kaartjes. En nu, nou ja, maar de helft. Verder moesten we ook een parkeerkaart kopen van €7,50. Anders moesten we natuurlijk buiten het park parkeren. En dat gaat natuurlijk wel lastig. Maar desondanks een hele leuke ochtend eigenlijk. En deels middag. En echt de moeite waard. Kon je andersom. En na de dierentuin zijn we trouwens ook nog wezen lunchen in Kerkrade op een heel super mooi terras. Super druk, we hadden echt het laatste tafeltje. Dus we hadden iets van broodje brie en Rob had iets van salade met biefstuk of zo, maar super lekker in ieder geval. En Kerkrade is een redelijk rustige plaats. Ja, ik vergelijk het zelf een beetje met Coevorden. Het is niet heel groot, maar zeker de moeite waard om even naartoe te gaan. Maar ik dacht, ik wil nog wel even wat vertellen over het park. Het is dus een landelpark in Vals. Gisteravond hebben we nog gezwommen. Het was super rustig, maar het is natuurlijk geen schoolvakantie. Dus dat scheelt. Nou, 's ochtends halen we gewoon steeds broodjes. Winkeltjes rond 8 uur open, dus dat is ideaal. En we hebben de fietsen mee. Want we zitten helemaal aan de achterkant van het park en het is best wel een... Nou ja, bergachtig, heuvelachtig gebied. Dus ik ben wel blij dat de fietsen mee zijn. Want dan kun je even snel op de fiets broodjes halen. Dat scheelt weer een stuk lopen. Nu helemaal in de zwangerschap trouwens. Dan is fietsen wat... Nou, het is wel vermoeiend. Maar het is makkelijker dan zo'n heel eind lopen. En we hadden trouwens wel maandag met inchecken wat problems. Want eerst in de app stond dat we huisje 313 hadden. En toen ineens stond het 314. En daar bleken al mensen in te zitten... Receptie bellen, dan kwam er iemand aan. En nou ja, uiteindelijk konden we in 313. Dus we zitten in huisje 313. Dat doet me een beetje denken aan Donald Duck of zo. Wel een ongeluksgetal. En verder, super mooi uitzicht. Ja, ze zijn nu net vanochtend aan het snoeien. Dus als je wat hoort op de achtergrond, dan nou ja, is dat het. En verder, ja, super leuk, mooi, rustig park. Wat ik al eerder zei, je bent zo in Duitsland, zo in België.
zijn ook trouwens op de heenweg via Duitsland gereden. Dus we kwamen via Aken Vals binnen. En eigenlijk ligt dat ook aan elkaar. Heel apart. Want je rijdt voor je gevoel gewoon in een stad, dorp. En ineens ben je dan weer in een andere stad, dorp. En er zit eigenlijk bijna geen overgang in. Ja, je ziet ineens Nederlandse plaatsnaambordjes in plaats van Duits. En verder, ja, leuk park, leuk huisje. We hebben toevallig een zespersoonshuisje, dus wij gebruiken de hele bovenverdieping niet. Beneden zit een slaapkamer met een goed bed. Een badkamer met een baddouche. En een houtkachel, waar we natuurlijk ook al veel gebruik van hebben gemaakt 's avonds. Want het is echt heerlijk, die warmte. En ja, verder is het redelijk klein. Ja, ik kan een heel klein beetje zo laten zien. Maar gewoon, alles zit erin eigenlijk wat je moet hebben. Maar ja, oh ja, en we kijken trouwens uit op een golfbaan. Wat ook wel leuk is, dus je hebt soms nog wat te bekijken, om het zo te zeggen. Nou, super weer. En eigenlijk kijk je een beetje tegen de heuvels van België aan. Dus dat is super mooi. Nou, dankjewel in ieder geval voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer. Mooie ster.